Zo, en het is de tweede week van de vragen en antwoorden. Het tweede deel van alle vragen die gesteld zijn en dus de door mij gegeven antwoorden. Veel plezier. Hesco vraagt er, wat is je favoriete fiets, merk enzovoort? Nou, ja, op dit moment is gewoon mijn favoriete fiets mijn mountainbike. Dat is een Canyon Lux. En de reden dat ik mijn mountainbike relaxed vind, heeft ermee te maken dat ik eigenlijk alles wat ik zie, alle weggetjes die ik voor me zie, alle bergtoppen die ik zie, daar kan ik op die fiets heen. En ik hou heel erg van het avontuur en kijken waar je nog niet eerder geweest bent, nieuwe paden zoeken en kijken of je ergens boven kan komen, waar het misschien niet lijkt alsof je makkelijk boven kan komen. En mijn mountainbike die brengt me eigenlijk overal de hoogste bergtoppen en weer naar beneden, wandelpaden, al dat soort dingen. Daar kan ik gewoon niet altijd op fietsen, maar wel weer affietsen. En daarom vind ik dat de mooiste fiets die ik heb, de leukste fiets die ik heb. En als het gaat echt wat vind je mooi, ja, ik hou natuurlijk wel van een mooi aerofietsje met hoge velgen en die er dik strak uitziet. En ik ben dan bijvoorbeeld niet zo'n fan van de gele Jumbo-Visma kleur. Dat vind ik dan bijvoorbeeld niet zo chic. Maar ik kan dan bijvoorbeeld wel weer genieten van vorig jaar bijvoorbeeld de fiets van Mark Cavendish. Die van Astana, de WA. Zo'n mooie glinsterende Italiaanse fiets. Ja, dat is toch wel een beetje ouderwetse jongensdromen. Anneleen die vraagt een hele belangrijke vraag. Word je nou echt beter van zonder twee trainingen? Ja, daar word je echt beter van. Het probleem is alleen, je merkt het niet te snel. Zone 2 is je duurzone. En je duurzone zorgt ervoor dat je de intensievere trainingen die je doet volhoudt. Dat je basis steeds breder wordt. En dat je over het algemeen fitter wordt. En dus ook die inspanningen die je wil doen langer kan volhouden. En vaker achter elkaar. En dat tussen de intervallen ook je hartslag sneller zal zakken. Omdat je een betere conditie hebt. Dus die zone 2 zijn echt belangrijk. En zeker in een soort balans. Met intensievere trainingen, wat ik een beetje voor je aan te houden, is 80% rustige trainingen, 20% echt in de intensieve zones. Dus dat is echt in die blokken, in die hoge hartslag, in die interval zitten. En op die manier een beetje een balans hebben in die training. Want te veel intensiviteit, dat rookt jezelf op. En dan uiteindelijk word je op termijn gewoon weer slechter en niet beter. Dus daarom is het heel belangrijk om die duur daarnaast, die hersteltraining, die duurtraining erin te houden. Ondertussen rijd je trouwens over het prachtige Woerdense Verlaat. Het is een soort half ondergelopen velden met heel veel riet en hoog water. Tibe vraagt, hoe gaat je gemiddeld het snelste omhoog? Nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. Koop een tijdritfiets. En dat gaat eigenlijk het hardst van allemaal. Maar kijk, aerodynamica, daar wordt tegenwoordig heel veel over gesproken. Dat betekent gratis wattages, gratis snelheid. Je kan dat zo duur maken als je wil, maar dat is natuurlijk alle gekkigheid. Dat hoeft niet. Je hoeft niet de allerduurste fiets te hebben. Uiteindelijk gaat het erom, heb je gewoon plezier in en hoe gaat dan je gemiddelde het beste omhoog? Nou, we hebben het net al even over training gehad, intervallen, blokken, dat soort dingen. Dat zorgt ervoor dat je gemiddelde wat verbetert, dat je krachtiger wordt, sterker wordt. Vooral gewoon constant blijven fietsen. Zorg dat je een goede houding hebt waarin je kracht vooral kwijt kan op de fiets. En op die manier gewoon lekker kan fietsen. En wil je wat meer snelheid, ga dan vooral met mensen fietsen. En kop over kop gaat nog altijd harder dan in je eentje. Ik heb veel vragen binnen gehad over voeding. En daar ga ik gewoon een aantal onderdelen van behandelen. Een van de vragen was, wat eet jij op een wedstrijddag? Dat is een beetje afhankelijk van het type wedstrijd. En van hoe laat de wedstrijd is. Maar het belangrijkste is eigenlijk van door de week heen. Voor je een beetje gezond eten, volkoren dingen, vezelrijk, groentes, weet ik veel wat. Op het moment van de wedstrijddag, allemaal niet. Misschien na de wedstrijd, niet voor de wedstrijd. Voor de wedstrijd probeer je eigenlijk hetgene te eten wat je zo makkelijk mogelijk kan verteren. Dus ik eet bijvoorbeeld voor zware wedstrijden eet ik rijst. Rijst met een omeletje. En vooral die rijst is gewoon makkelijk verteerbare energie. En een ander alternatief is witte bolletjes. Witte bolletjes met een beetje roomkaas, een beetje jam, een beetje kip. Magisch recept van een vriend van mij. En dat vind ik heel lekker. En daar kan ik me helemaal mee volstouwen. En dat moet je trouwens ook niet doen, je helemaal mee volstouwen. Maar dat is wel prima energie. Wat je vooral makkelijk kan verteren. En je dus niet met een zware buik daarna op de fiets zit.
Als er namelijk één ding is wat je niet wil, dat is dat je eten naar boven komt tijdens de wedstrijd. Oh, kalm. Zo, dat was de eerste vraag over voeding. De tweede vraag gaat wat meer over tijdens trainingen. Tijdens korte trainingen, als ik bijvoorbeeld een interval doe van een uurtje, neem ik vaak wat water mee. Met een beetje limo en repie. Want ja, dan ben je eigenlijk alweer thuis voordat je een beetje energie nodig hebt. Maar bijvoorbeeld bij een cross. Als cross rijden neem ik vlak voor de wedstrijd een gelletje. Zodat ik wat energie heb in de tweede helft van de wedstrijd. Maar heb ik langere trainingen. Ja, dan heb ik vaak altijd wel één bidon sportvoeding. Zoals nu. Nu doe ik 2,5 uurtjes, 3 uurtjes rustig aan. Ik heb een grote bidon met sportvoeding. En eentje met water en een paar goedkope reepjes van de supermarkt. Niet te ingewikkeld. Maar heb ik bijvoorbeeld morgen 4 uur training met wat intensiviteit. Ja, dan neem ik er 2 grote bidons met sportvoeding mee en een aantal repen. Maar bijvoorbeeld tijdens wedstrijden, ja, dan neem ik wel echt specifieke repen en jelletjes mee. En dan reken ik het ook uit en kijk hoeveel ik nodig heb. Om op die manier altijd genoeg te eten te hebben. Maar daarin is het belangrijkste voor mij altijd wel. Probeer zo lang mogelijk vast te blijven eten. Dus zo lang mogelijk de challenges uit te stellen. Zoveel mogelijk reepjes en dingetjes te eten. En pas in de finale richting challenges te gaan. Want als je daar mee begint, ja, dan moet je doorgaan. Ja, die kunnen ook vervelend op je maag vallen. Dus die moet je ook altijd trainen. Dus je moet een paar keer van tevoren even zorgen dat je maag die reepje of die jelletjes goed kan verteren. Inmiddels is het in ieder geval namelijk wel wetenschappelijk bewezen dat je niet te weinig moet eten, dat dat slecht is voor je training, dat je dan beter gewoon te veel kan eten. Dus altijd genoeg meenemen. Jan Kerk vraagt, wat vind je de beste zege ooit? Nou, dan heb ik het niet over een zege van mezelf. Die zijn oké, maar natuurlijk niet de beste ooit. Maar we leven op dit moment in het tijdperk van de diamant Mathieu van der Poel, de Nederlandse diamant, maar voor het hele wielrennen natuurlijk een prachtige renner. En een van zijn overwinningen is voor mij de mooiste. Dat heeft er vooral mee te maken dat ik eigenlijk de rest van de dag nog gewoon in verbijstering zat. Dat ik dacht, waar heb ik nou in godsnaam zitten kijken? Alle keren van, ik heb het over de Amstel Gold Race van daarvoor, die ging op een bepaalde manier. En dit zag ik gewoon niet aankomen. En hoe die won met de overmacht, dat was bizar, dat sloeg helemaal nergens op. Dus de overwinning van Mathieu van der Poel in het rood en blauw in de Amsterdam Gold Race. Zo, ik ben eventjes een paar seconden gestopt om een lastige vraag te beantwoorden. Twee jonge mannen die vroegen, ik ben 15, ander was 16. Hoeveel uur moet ik trainen om goed mee te kunnen op mijn niveau? Dus eerstejaars nieuwelingen bijvoorbeeld. Ja, kijk, het lastige is, talent heeft er natuurlijk ook mee te maken. Hè. Hoe snel word jij fit, hoe snel word je goed, hoeveel kracht heb je? Trainen is er natuurlijk een onderdeel van, maar ja, het lastige daarvan vind ik altijd dat ik kan 10 uur tijdens een wedstrijdseizoen per week bijvoorbeeld vrijmaken om te trainen, gemiddeld genomen. Hè. Soms dat misschien een keer 12 uur, soms dat 8 uur. Maar dat is bijvoorbeeld niet tijd die ik alleen maar op de fiets besteed, bijvoorbeeld ook dat ik wel eens een keertje hardloop. Het moet ook allemaal maar net in je weekplanning passen en natuurlijk ook nog meer interesse en meer dingen te doen in je leven. Kijk, als je nou echt prof bent, dan snap ik dat je uren kan maken. Als je op een gegeven moment echt die ambitie hebt en je voelt dat het erin zit, nou, dan ga je misschien ook meer tijd maken. Maar zeker als je nog een beginnende bent, je moet het vooral op een hoeveelheid doen dat je het nog leuk vindt. Als jij je 15 uur in de week gaat trainen, maar ja, het is zo'n sleur dat je er op een gegeven moment helemaal geen zin meer in hebt. En dan kan je het beter niet doen, dan kan je beter 10 uur trainen en het leuk blijven vinden en kunnen blijven genieten van de sport, dan dat je meer gaat trainen. Dus mijn antwoord zou altijd zijn, train zoveel als dat je het leuk vindt en als je er tijd voor hebt. En dan komt de rest hopelijk allemaal vanzelf. En nu ik hier toch sta, was er nog een vraag. Ja, wat heb je nou eigenlijk nodig om te beginnen met wielrennen? Nou ja, dat is helemaal niet zo heel veel. Ik heb hier één fiets. Die is heel belangrijk, dat je een fiets hebt om het te kunnen doen. Dat hoeft niet de nieuwste fiets te zijn, dat kan ook prima een wat oudere fiets zijn. Als het allemaal maar gewoon doet en vooral goed kan remmen, dat is heel belangrijk. En daarna is vooral belangrijk een helm. Dat is stapje 2. En een bril, zeker voor in de zomer, maakt niet uit, het hoeft geen chique bril te zijn, gewoon een bril die de vlier uit je ogen haalt. Dat is voor het plezier vooral wel lekker. En een goede fietsbroek. Stap 1 wat goed is om in te investeren is een fietsbroek die goed zit. En waarvoor ook gewoon een goede zeem in zit, zodat je gewoon lekker comfortabel op je zadel kan zitten. En dan kunnen die kilometers leuk blijven. En alles wat daarna komt, weet je, klikschoenen, alles erop en eraan, is allemaal leuk en aardig. Maar dat heb je niet nodig om te beginnen met fietsen.
En daarna, als je het helemaal leuk vindt en je weet zeker, dit is een sport voor mij, dan kan je langzaamaan gaan upgraden naar klikschoentjes en andere dingen. Maar in principe een fiets, een helm en een brilletje, dat is het enige wat je nodig hebt. Simon vraagt, wat kan je eigenlijk het beste voor fiets kopen als het budget niet echt uitmaakt? Ja, weet je wat het is? Het verschil tussen een fiets van 5000 euro en een fiets van 10.000 euro, dat gaan wij gewone stervelingen helemaal niet merken. Dat is allemaal onzin. Het zijn de milligrammetjes, procentje hier, procentje daar. Daar merk je niks van. In principe is voor een normale wielrenner ergens een fiets tussen de 1000 en de 2000 euro. Dat is al helemaal prima. Het gaat om fietsplezier. En of je nou een procentje harder of een procentje minder hard rijdt, ja, dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Uiteindelijk maak je het meeste verschil met veel trainen en niet te zwaar zijn. Daarmee ga je uiteindelijk het hardste. En die fiets, en dan kan je heel veel geld in stoppen, maar dat maakt van een slechte coureur geen goede renner. En dat laat je bijvoorbeeld ook niet beter sturen. Er zijn veel meer dingen belangrijker dan een hele dure fiets. Wat ik daarbij wel mee wil geven, is wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, is dat je een mooie fiets hebt, of dat je zelf je fiets mooi vindt. Ik denk altijd zo, als je namelijk je fiets niet mooi vindt, dan wil je er ook niet graag op rijden. Terwijl ik denk elke keer als mijn fiets en ik, wow, dat is een mooi fietsje. Daar wil ik eens even lekker een stukje op gaan fietsen. Ja, en dat zorgt weer voor motivatie. En motivatie zorgt ervoor dat ik gewoon vaker op de fiets zit. Dus ja, weet je, het oog wel ook wat. Finn vraagt, wat vind ik leuker, veldrijden of wielrennen? Ja, als het om wedstrijden gaat, dan vind ik veldrijden leuker. Het heeft er simpelweg mee te maken dat het gewoon meer adrenaline is, meer knallen, meer vlammen. En ja, zelfs al doe je niet mee voor de winst, dan rij je nog een wedstrijd tegen jezelf. Maar ja, wielrennen heeft ook zijn mooie kanten. Zoals nu, lekker van de natuur aan het genieten. En wat ik ook vooral heel chill vind aan wielrennen, is dat het een hele goede manier is om bij te kletsen met je vrienden. Sven vraagt, welke camera's gebruik je? Nou, ik gebruik twee GoPro's. Twee GoPro 7. Die kunnen redelijk goed de schokken absorberen en wat soepele beeld laten zien. En nou, dat werkt gewoon heel prima. En met goede mount zorgt het ervoor dat ja, ik vooral niet te veel zorg heb. Nou, dan moet je me natuurlijk wel nergens tegenaan rijden. Want dit seizoen, tijdens het veldrijden, reed ik de lint in en trok mijn GoPro mount kapot. Dus dan moet je dat weer eventjes fixen of nou ja, in dit geval een nieuwe bestellen. Dus nou, geen nieuwe camera, wel een nieuwe mount. Maar dat is een GoPro 7. Maar in principe kan je een hele hoop varianten tegenwoordig gebruiken. Een opmerkelijke vraag die nog bij komt is, waarom moeten we altijd in de berm als jullie voorbij komen? Ik denk dat het al doet op de wielrenners. Nou, en wat ik heel belangrijk vind is het gezegd leven willen laten leven. Maak vooral ruimte voor elkaar op de weg en zorg dat iedereen ervan kan genieten. Dus dat betekent dat de wielrenners ook gewoon netjes moeten gedragen. En dat doen ze niet altijd en daar ben ik ook zeker niet blij mee. Daar heb ik nog last van. Maar houd dus vooral rekening met elkaar en houd veilig. En gebruik ik een binnenband om mijn transponder vast te zetten? Nou, ik gebruik een stukje stuurlint wat ik kapot geknipt heb. Of althans op maat heb geknipt voor mijn transponder. En vervolgens zet ik hem vast met een tie-wrap. Eigenlijk heel simpel, dan komt hij ook makkelijk. Dat is niet ingewikkeld. Wat dat betreft gebruik ik hem ook niet zo vaak. Ja, en als laatste vraag werd gesteld. Wat heb je nou nodig voor je eerste koers? Nou ja, belangrijk bij je eerste koers is dat je materiaal goed gecheckt hebt. Dus geen zadeltasjes, geen pompjes. Dat je fiets goed vast, alles goed vast zit. Eigenlijk heb je alles goed aangedraaid. Je moet helemaal checken. Zitten je schoenplaatjes goed vast? Zijn je banden op orde? Heb je versleten banden? Doe je even nieuwe bandjes erop? Of je binnenbandje checken? Gewoon zorgen dat je materiaal goed op orde is. Het laatste wat je wil is een klammend in de eerste bocht en dat hele peloton over je heen gaat. Dus altijd zorgen dat je materiaal aan orde is. Ja, en verder gewoon wat je nodig hebt om te fietsen. Niet ingewikkeld maken. Zorgen dat je goed kan drinken tijdens de wedstrijd. En ja, begin met je eerste wedstrijd gewoon niet te groot. Begin met een trainingskoersje van een uur of wat. Zoals bijvoorbeeld bij ons op de Nederlandse berg in de B-klasse. En begin daar en bouw rustig op. En dan komt het best vanzelf wel. Dan ben ik aangekomen op het vertepunt van de route. Maar een anderhalf uur onderweg. Dus ik moet gaan omkeren tegen de wind in. Dus dat betekent dat ik hem hier ga afronden. Iedereen bedanken voor de vragen. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer. We'll be right back.